De moderne mens, ook wel homo sapiens, wat denkende mens betekent, ontstond zo'n 300.000 jaar geleden in Oost-Afrika. Onze voorouders leefden tienduizenden jaren lang als jager-verzamelaars, midden in de natuur. En ze waren niet alleen. Lang geleden werd de aarde ook bewoond door andere mensachtigen, zoals de Neandertaler en de mysterieuze Denisova-mens, die pas in 2008 is ontdekt. Maar alle familieleden van de Homo sapiens zijn in de loop van duizenden jaren uitgestorven. Alleen wij zijn nog over. En deze video gaat over het leven en het succes van de allereerste mensen. Aan de hand van drie belangrijke uitwinningen help ik je een antwoord te vinden op de vraag waarom de Homo sapiens zo succesvol was. De eerste uitwinding is het vuur. De oudste sporen van het gebruik van vuur door mensachtigen dateren van meer dan anderhalf miljoen jaar geleden. En dus moet een van onze verre voorouders, en niet de Homo Sapiens, het vuur al hebben gebruikt. Maar of deze vroege mensachtige zelf vuur konden maken, blijft een mysterie. Het is waarschijnlijk dat ze na een natuurbrand- of een blikseminslag brandende takjes hebben verzameld. Maar vanaf zo'n 400.000 jaar geleden is het duidelijk dat kampvuren in alle vroege menselijke groepen in Afrika, Europa en Azië regelmatig worden aangestoken. Vuur beschermde onze voorouders tegen kou en wilde dieren. Maar misschien wel de belangrijkste functie was het koken van voedsel. Daardoor konden ze hun eten makkelijker verteren en er meer voedingsstoffen uithalen, en bovendien gevaarlijke gifstoffen en bacteriën doden of afbreken. Steeds meer onderdelen van het leven van de jager verzamelaar speelden zich af rondom een kampvuur. En dat brengt ons bij de tweede uitvinding, namelijk taal. Gesproken taal heeft tal van nuttige functies, zowel voor het overleven van de soort als op sociaal vlak. Onze verre voorouders vertelden elkaar verhalen rondom het kampvuur. Ze zongen liedjes voor hun baby's, ze spraken over het weer en waar de beste jachtgronden te vinden waren, ze waarschuwden elkaar voor gevaar en maakten planningen en afspraken. Waarschijnlijk konden de voorlopers van de Homo sapiens ook al een soort gesproken taal produceren. Onderzoekers hebben op basis van botresten geconcludeerd dat deze vroege mensen taal zouden kunnen hebben geproduceerd. In Slovenië is ook een fluit gevonden van meer dan 50.000 jaar oud, die waarschijnlijk is gemaakt door Neandertalers. En je kunt je voorstellen dat ze bij die muziek ook liedjes zongen. Maar geen van hen heeft een geschreven taal achtergelaten. En zo komen we bij de derde en laatste uitvinding. Het gebruik van gereedschap. Niet alleen mensen en mensachtige maken gereedschap, ook sommige kraaiachtigen en zeedieren gebruiken simpele gereedschappen om aan voedsel te komen. Al meer dan 3 miljoen jaar geleden begonnen mensachtige, eenvoudige stenen werktuigen te gebruiken. Om vlees te snijden, hout te hakken of noten te kraken. En later ook vuurstenen om vuur mee te maken. In de duizenden jaren daarna werden de stenen steeds verfijnder bewerkt, versierd of gebruikt in samengestelde gereedschappen met een houten handvat. Dodelijke wapens zoals speren en pijlen en bogen. En zo'n 11.000 jaar geleden begon de Homo sapiens met het slijpen van stenen. De werktuigen van de Homo sapiens zaten dus steeds ingewikkelder in elkaar. Maar ze maakten ook kunstzinnige objecten, zoals vermoedelijke vruchtbaarheidsbeeldjes, speelgoed, grotschilderingen en, zoals ik al zei, muziekinstrumenten. Alles van bot, hout, steen en dierenhuiden. Want wat de prehistorische oermensen betreft, is onze kennis alleen afkomstig uit de restanten van hun eigen skeletten en de gebruiksobjecten die diep in de grond bewaard zijn gebleven. De Homo sapiens vestigden zich uiteindelijk over de hele aarde. Uit DNA-sporen blijkt dat er soms ook uitwisselingen waren tussen verschillende groepen Homo sapiens, maar ook met andere mensachtigen, zoals de Neandertaler. 2% van ons DNA is afkomstig van Neandertalers. Zowel mannen als vrouwen deden aan de jacht en hielpen met het verzamelen van voldoende voedsel. Lange tijd werd gedacht dat alleen mannen jaagden en dat alleen vrouwen verzamelden. Maar uit archeologische resten blijkt dat die taakverdeling helemaal niet zo strak was. De oermens bewoog zich dus jagend en verzamelijk door een groot gebied, in familiegroepen van hooguit vijftig personen. En daarbij volgden ze de seizoenen om zich te verzekeren van voldoende voedsel, zoals kuddes-olifanten dat ook doen. Hoewel de jager-verzamelaars geen vaste verblijfplaatsen hadden, waren er plekken waar ze regelmatig terugkeerden. We kunnen bijvoorbeeld aannemen dat grotten met rotsschilderingen een belangrijke functie hadden. De makers gebruikten zulke plaatsen telkens opnieuw als veilig heenkomen, of misschien wel als een heilige of magische plek. Het geboortecijfer lag redelijk laag, want zwangere vrouwen en kleine kinderen waren kwetsbaar, dus de jager verzamelaars kregen niet veel kinderen. Onderzoekers hebben uitgezocht dat de levensverwachting tussen de 21 en 37 jaar lag. Slechts een derde van de jager verzamelaars werd ouder dan 45, de meeste mensen overleden aan ziektes. Door al die beperkingen was het aantal mensen op aarde tot 10.000 jaar geleden nooit meer dan 10 miljoen. Dankzij zijn grote hersencapaciteit konden Homo sapiens vuur beheersen, gereedschappen verbeteren en een complexe gesproken taal ontwikkelen. In de vaak onvoorspelbare en gevaarlijke wereld van de steentijd wist de Homo sapiens zodoende als enige mensachtige te overleven. Zo'n 10.000 jaar geleden kwam er ook gestagen einde aan het jagen en verzamelen. De volgende belangrijke uitvinding in de geschiedenis van de Homo sapiens is de landbouw, die aanleiding gaf tot de uitvinding van het wiel- en geschreven taal. Daardoor konden onze voorouders zich in steeds grotere aantallen permanent op een vaste plek vestigen en hun omgeving naar hun hand zetten. Maar daarover vertel ik je meer in een volgende video. Dankjewel voor het kijken van deze video. Laat weten wat je ervan vond en bekijk ook eens de andere video's.